Het is maandag 4 december, de Oranje hebben in India een rustdag, maar shoot gaat gewoon door. We hebben ook genoeg te bespreken na de wedstrijd van gisteren tegen Argentinië. En vandaag in de uitzending niemand minder dan Jorrit Kroon. We gaan beginnen. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Shoot. Vandaag de gast Jorrit Kroon. Jorrit, welkom. Dankjewel. Voorafgaand aan het toernooi, we weten het allemaal, je werd buiten de selectie gelaten door Max Caldas. Ja, hoe is dat voor jou om nu het toernooi, nou eigenlijk vanuit Nederland, voor de buis te moeten zien? Ja, ik vind het wel jammer dat ik er niet bij ben. Het toernooi spelen met Nederland zelf was toch wel elke keer bijzonder. Ja. En nu als je niet bij bent, dan heb je echt het gevoel dat je wat mist. Ook als je die jongens in de foto's ziet en toch wel contact met een aantal jongens, dan vind je het echt jammer dat je er niet bij bent, omdat je weet wat je mist. En dat is helaas zit ik er nu niet bij. Ja, dat is dan misschien wel het grootste gemis. Het spelen op zo'n toernooi is het mooiste wat er is als speler. Ja, zeker weten. En ja. India is helemaal... India heeft ook wat gebreken, maar het is ook wel heel gaaf om daar te spelen. Ja, heel mooi. Nou, de Oranje speelde gisteren een wedstrijd tegen Argentinië. We gaan zo die wedstrijd even onder de loep nemen. We gaan naar de beelden kijken. Wat viel jou op in die wedstrijd? Maar voordat we dat gaan doen, Jorrit, gaan we eerst even kijken naar de hoogtepunten uit die wedstrijd. Nederland met Billy Bakker hier als aanvoerder tegen Argentinië. Nederland speelde de finale van de Hockey World League 3 tegen Argentinië. Toen won het met 6-1. Dit is het eerste kwart van de wedstrijd. Goede aanval van Nederland. Seffi van As met een mooi backhandje bedient hij Thierry Brinkman. En die scoort de 1-0 voor Nederland. En dat allemaal in het eerste kwart. Prima assist van As. En het afmaken is van Thierry Brinkman. Nederland mist Mink van der Weerde met een enkel blessure. En ook de zieke Pirmin Blaak en Thijs van Dam. Dan de strafcorner voor Nederland. De rebound voor Thierry Brinkman. Maar die gaat voorlangs het doel van keeper Vivaldi. Zo blijft het 1-0 voor Nederland. Dat is ook de ruststand. In het derde kwart dringt Argentinië aan. Dit is Mazzilli met de backhand. Goede redding van Sam van der Ven in het doel van Oranje. Dit is hem, Sam van der Ven. Dan Valentin Verga. Met een prima actie. Gaat helemaal door tot de kop van de cirkel. Haalt in één keer uit. En scoort de 2-0 voor Nederland in het derde kwart. Hij passeert Vivaldi in de lange hoek. Vreugde natuurlijk bij bondscoach Max Caldas. En ook bij de geblesseerde Mink van der Weerde. Hier de goal van Valentin Verga. Uitstekend gedaan. Max Caldas is ook blij met die 2-0 voorsprong. Maar dan komt Argentinië terug. Het is het einde van het derde kwart. Uiteindelijk komt de bal terecht daar. Bij Sam van der Ven, die tikt de bal over het doel. Maar de bal is nog niet weg. Het is een lange corner voor Nederland. Dat levert weer een strafcorner voor Argentinië. En uiteindelijk komt de bal dan terecht bij Matthias Rij. En die pusht de 2-1 binnen. De aansluitingstreffer voor Argentinië. Vlak voor het einde van het derde kwart. De bal wordt niet goed gestopt op de kop van de cirkel. Maar uiteindelijk wel goed verwerkt door Matthias Rij. Hij scoort de 2-1. Dan weer een strafcorner voor Argentinië in het vierde kwart. De bal wordt in de cirkel gebracht en heel gelukkig tikt Lucas Villa de bal aan. En de bal verdwijnt in het dak achter Sam van der Ven. En zo is het 2-2 bij het begin van het vierde kwart. Lucky goal van Villa. Maar Nederland toont veerkracht, komt terug. Strafcorner wordt niet goed gepusht door Martin Haviga, maar... Mirko Pruijscher heel attent met de rebound. En zo is het weer 3-2 voor Nederland. Push van Haviga dreigt naast te gaan. Maar via stick van Salis komt hij terecht bij Mirko Pruijscher. Die aarzelt niet en scoort de 3-2. Dan vlak voor tijd krijgt Nederland de 3-3 om zijn oren. Want het is Gonzalo Payat die vlak voor tijd uit de 7e Argentijnse strafcorner de gelijkmaker scoort. Nederland-Argentinië eindigt in 3-3. Na de verrassende nederlaag in het openingsduel tegen de Spanjaarden en nu een gelijkspel tegen Olympisch kampioen Argentinië. Ik had het gevoel, er zat meer in die wedstrijd, Jorrit. Hoe kijk jij ernaar? Ja, de eerste wedstrijd tegen Spanje hebben we allemaal gezien. Dat was nog niet de Nederlands elftal wat we van de zomer gewend waren te zien spelen. En tegen Argentinië eigenlijk al een stuk beter. Wat ik ook wel had verwacht hoor, na de eerste wedstrijd... Als het dan niet lekker loopt, dan ze zijn ze gewoon goed genoeg om dat snel om te kunnen zetten. En
Ik denk dat Max er ook heel scherp op is geweest, maar ook met vol vertrouwen. En ik denk ook dat in de groep na één verlies dat dan niet gelijk alles in elkaar stort. Daar zijn we wel inmiddels goed genoeg voor om dat niet te laten gebeuren. Ja. Dus ik vond het mooi om te zien dat, dat je na zo'n mindere wedstrijd toch eigenlijk wel een goede wedstrijd op de mat zit. Ja, op de mat. Wat was het grootste verschil dan in de wedstrijd? Hè? Het tempo lag volgens mij ook een stuk hoger. Ja, het tempo was het hoger. Tegen Spanje wel ook veel foutjes met aannames en het liep gewoon echt niet lekker. En nu zag je gewoon dat het gevoel wat beter was en dat het stond wat beter ook in niet-balbezit. En in balbezit, in balbezit zijn we hartstikke goed. In niet-balbezit, dan moet het echt goed staan. En dat ging ook een stukje beter. Dus ik vond het mooi om te zien dat het dan weer beter ging dan de eerste wedstrijd. Ja, het was een mooie wedstrijd. Hè? Uiteindelijk werd het dan 3-3 in de slotminuut door die corner van Payet. Maar wat was voor jou het moment van de wedstrijd? Hè? Als je nou nu terugkijkt naar die wedstrijd. Ja, wat was voor jou het moment? Ja, ik vond het mooi om te zien dat twee videomomenten dat die eigenlijk goed uitpakten voor ons. Dat, voor mij was de eerste Fali die die strafbal omkeerde. Ja. Dat was eigenlijk ook helemaal niks aan de hand. Maar je moet je toch wel durven op zo'n moment. En ook nog niet. Je weet nooit echt zeker, want de scheidsrechter die ziet natuurlijk ook. Die heeft er ook voor proef. Dus je weet ook al wat hij doet. Dus maar ik vond het mooi om te zien dat eerst Fali en daarna Sam. Dat eigenlijk twee keer een heel belangrijk moment. Dat je met de video toch. Dat ze toch weten om te draaien. Ja, ja. En volgens mij kwam zelfs een doelpunt vlak nadat die strafbal werd omgedraaid. Ja. Maar dat vond ik wel knap. Dat ze gewoon twee belangrijke momenten eigenlijk ze de video in durfden te zetten. Ja, en dat pakte goed uit. Goed om te zien. Goed om te zien. Onze verslaggever Sander Kollewijn is in India om verslag te doen van het toernooi. Ja. En hij sprak na afloop van de wedstrijd met Mirko Pruijser. Ja, ik weet niet. Het speelde veel sneller ritme. Je zag dat we elkaar weer echt zochten en veel voorwaarts gingen. En, ja, dat deden de Spanjaarden gisteren goed. Die braken ons gewoon wat eerder af op de een of andere manier. Maar ik weet niet, het ritme was gewoon wat stukken hoger. En dat zag je ook uiteindelijk met hoe we binnenkwamen op hun helft. En wel kut voor die 3-3. Zonde. Ik zit onder pijnstillers nu. Ik hoop dat ik een goede reactie heb als ze zo thuiskomen. Maar ze gelijk ingetaped en uiteindelijk kon ik de tweede helft nog wel in. Maar we gaan het zien. Ik hoop dat het valt mee. Nou ja, Mirko gaf het aan. Hè. Hij raakte een beetje, hè, in de eerste helft raakte hij geblesseerd, leek het. Hè. Hij verzwikte zijn enkel. En ik zat die beelden terug te kijken, Jot, en ik dacht in de herhaling. Het was een rare manier van glijden wat hij daar heet. Ik heb het idee dat er iets met het veld aan de hand is. Je ziet sowieso dat iedereen uitglijdt. Dat ballen bij de corners niet goed gestopt worden. Dat iedereen glijdt gewoon uit. Ja. En dat ligt denk ik aan het veld. Of de week bijna wel zeker is niet dat. Die jongens niet kunnen wenden en keren of dat de schoenen niet goed zijn. Dat is echt het veld, want iedereen heeft er last van. Ja. Dus ja, dat is wel vervelend, want ook al kan je er niks aan doen, het speelt er toch een beetje mee. Ja, dus je moet er maar mee leven, want het is niet anders. Ja, nou, de Argentijnen hadden gisteren ook last van, hè, met name Payet bij zijn corner. Maar toch wist hij het weer te presteren in de laatste minuut. Hij kreeg die corner. Het stoppen ging eigenlijk niet zo goed, omdat die bal stuiterde. Ja. Maar hij sleept hem er gewoon weer in, hè? Die 3-3. Wat een fenomeen is dat. Ja, zo doet hij het altijd. Hij ook bij AGC vroeger, dan ook werd de bal niet goed aangegeven. Stopt hij hem zelf met zijn voorhand en dan pusht hij hem alsnog erin. Ja. Hij kan zo goed pushen. En helemaal als hij goed wordt aangegeven en goed gestopt, dan heeft hij echt een hele grote kans om te scoren. Ja. En als daar een hapering in zit, dan wordt het al wat lastiger voor hem. Nou ja, gisteren kon hij helemaal niet pushen, omdat elke keer die bal eroverheen ging. Ja. Ja, dan krijgt hij een klein beetje tijd en ruimte om wel te pushen. En dan genadeloos schiet hij hem binnen. Ja, jij kent hem goed, hè? Want hij heeft bij AGC gespeeld. Daar waren jullie teamgenoten. Wat is dat nou voor jongen, die Payet? Wat is dat nou? Het is eigenlijk een hele lieve jongen. En ik kwam bij AGC en toen kwam hij ook bij AGC. En, hij was er nog geen week in de eerste wedstrijd. De eerste corner die krijgt, pusht hij echt verschrikkelijk hard binnen. En stond iedereen ook al van, oké, dit is wel eentje die... Fijn om erbij te hebben. Dat is lekker dat we die erbij hebben. En hij was naast dat hij een enorm aardige jongen was hij heel professioneel. En hij was altijd bezig met zijn voeding, met de sportschool en het trainen. En het allemaal uit de serieuze. En dat is ook heel knap, want... hij bleef met doelpunten maken en hij verslapte eigenlijk niet. Ja. En daarnaast bleef hij ook wel nuchter en hij juicht ook niet heel uitbundig. En hij was altijd wel vrij rustig. Terwijl hij toch genoeg scoort. Ja, hij scoort, bij ons scoorde hij 40 per seizoen. Ja, dan zou je denken dat je wel dat je dat mooi vindt en dat je juicht. En hij juicht ook wel, maar ingetogen. En het is de laatste jaren wel wat meer geworden. Maar ik vind ik heb enorm veel respect voor hem. Ook dat.
Dat, hij doet het gewoon echt enorm goed. Ja. Daar kun je niet omheen. Dat is ongelooflijk. Keer op keer. Een fenomeen. Ja. Een fenomeen. We hoorden Sander, onze verslaggever, net al in het interview met Mirko. Mirko Pruijser. Maar Sander maakt ook voor iedere aflevering van Shoot een mooie vlog. Hè. Die vlogs zijn natuurlijk allemaal te bekijken op het kanaal van Oranje Hockey. Het YouTube-kanaal. Dus kijk daar ook zeker op als je die vlogs in zijn geheel wil zien. Maar we hebben alweer een leuk fragment uit een van die vlogs gehaald. En dat gaat over Sander. Hij gaat op zoek naar de sfeer in de stad waar de HWL Feyenoord gespeeld wordt, Bhubaneswar. Met de autorickshaw gaan we door Bhubaneswar. Dus ik ben heel erg benieuwd. We zijn bij het stadion aangekomen. Je kunt hier dus tickets kopen. 50 roepie, ja, dan kan je in ieder geval naar binnen. Dat is zo'n 60 cent. Dus dat valt nog mee. Nou, dat was de vlog van Sander. Ik vraag me trouwens af, joh, jij zit hier, die mannen zitten daar. Heb jij een beetje contact ook met een paar mannen via de app of zo? Ja, zoals ik al zei, in het begin is het gek omdat je hebt niet echt dat groepsgevoel, omdat je niet met elkaar traint. En dan gaan ze weg en je houdt via WhatsApp contact. En we hebben de groepsapp waar iedereen nog steeds in zit en daar worden berichtjes in gestuurd. En ik heb met Cher heb ik veel contact gehad de afgelopen dagen. Ja. Ja, ook natuurlijk mijn oude roomie. Dus ik ben ook gewoon benieuwd hoe het daar is en hoe ze het hebben. Ja. En als ik zie, ik volg natuurlijk iedereen op Instagram en Snapchat. En dan zie ik allemaal foto's en video's erbij komen. Dat is toch wel, ziet er wel goed uit daar. Ja, het ziet er mooi uit. Mooie beelden uit het hotel, hè, daar. Schitterend hotel. Ja, daarover gesproken, joh. We hebben een nieuwe rubriek in Shoot. Dat heet de Social Shuffle. En daarin verzamelen we eigenlijk de mooiste en leukste Insta-stories van die oranje mannen. Dus we laten daar even naar gaan kijken. Leuke beelden uit India, kan niet anders zeggen. Maar jij hebt ook een grote schare volgers op Instagram. Hè? Maar ben jij ook van het Insta-story doen? Ben je daar een beetje fanatiek in? Ja, ik heb best veel volgers. Dat is hard gegroeid eerst naar de Olympische Spelen. En eigenlijk na het EK ook weer veel volgers erbij gekregen. Ja. Dus dat is alleen maar leuk dat veel mensen je willen volgen. Ja. Ben ik niet heel actief met stories en dingen, maar ja, ik... af en toe een foto erop zetten, vind ik ook wel leuk om te laten zien wat ik allemaal doe. Ja. Dus, zeker. Ook leuk voor jullie kijkers thuis. Hè? Die Insta-stories van die mannen moet je zeker volgen. Maar hou ook de kanalen van HockeyNL en Oranje Hockey in de gaten, want het is in december feestmaand. En dan kan je de hele maand, onderdag, hele gekke prijzen winnen. Dus hou die kanalen in de gaten. En morgen komt er een clinic met Billy Bakker op als prijs. Dus ik zou zeggen, hou het morgen in de gaten en reageer als jij die clinic van Billy wil hebben. Mooie prijs. Ja, zeker weten. Ik ga denk ik meedoen. Ja. Leuke clinic van Billy. Ja, gewoon even een anoniem ding aanmaken. Ja, ander accountje. Ander accountje en meedoen. Nou, mooi. Jorrit, over prijzen gesproken. Hè. Aan het eind van deze maand ligt er misschien wel een hele mooie prijs voor jou klaar. Je bent genomineerd voor de FIH Rising Star of the Year Award. Nou, vrij vertaald gewoon wereldtalent van het jaar. Dat werd vrijdag bekend. Hoeveel reacties heb je daarop gehad? Ja, ik heb wel veel reacties op gekregen, vooral via Instagram en... ik had de foto erop gezet, dan wordt dat wel veel geliked en veel reacties. En van vrienden en familie krijg ik altijd leuke reacties. Maar verder, dat was niet heel uitbundig. Eigenlijk was vorig jaar was het... Toen je ook was genomineerd? Ja, toen was ik ook genomineerd. Helaas niet gewonnen, maar toen had ik enorm veel reacties. En nu ook wel veel, maar minder dan vorig jaar. Ja. Maar we zullen zien. Wie weet als ik hem win, dat ik dan heel veel... Heel veel reacties krijg. Ongetwijfeld. Ja, vorig jaar word je hem dan niet, hè? Dit jaar wel weer genomineerd. Ja, Jorrit, waarom ga je hem dit jaar nu wel winnen? Iedereen moet stemmen, dus als ik... Even stemmen allemaal, dat zou mooi zijn. Of op mij of op Chair, dat maakt niet uit als iemand van ons maar wint. Ja. En waarom ik hem zou winnen? Ja, we hebben natuurlijk enorm goed gedaan met Nederlands Elftal. Daar kunnen we niet omheen. Nee. Dus ik denk dat dat eigenlijk de grootste factor is waarom ik genomineerd ben. Ja. Misschien ook omdat ik vorig jaar erbij zat. En nu weer. Dus ik ben heel erg benieuwd. Die andere jongens hebben natuurlijk ook allemaal heel goed gedaan. Dus, ja. Het is niet niks als je genomineerd wordt. Dus zeker iedereen heeft wat goeds gepresteerd en heeft goed gespeeld. Dus ik ben benieuwd. Morgen dan de wedstrijd tegen de Belgen. Het laatste poolduel. Hè, na twee wedstrijden staat Nederland met 1 punt onderaan. Maar morgen die wedstrijd tegen de Belgen. Wat verwacht jij van die wedstrijd? Ja, het wordt een spannend potje.
Ja, dat tegen België is alleen maar mooi. Ik denk dat die Belgen gebrand zijn om te winnen. Ja. En, na de EK na de EK-finale die we van ze wonnen op een mooie manier. Ja, voor ons. Ja. Weet je, dat is toch. Dat, ik neem aan dat dat hun wel triggert om. Extra gas te geven. Ja, dat denk ik wel. En ze hebben. Ja, eigenlijk nog niet echt een groot toernooi gewonnen. En daar zitten ze al heel lang, of nou ja, de laatste jaren zitten ze er echt tegenaan. Ja. Dus ja, ik denk dat ze er volle bak tegenaan gaan. Maar ja, ik verwacht niet anders van Nederlands elftal. Nee. Dus het gaat denk ik een mooie wedstrijd worden. Allebei in de zone, in niet-balbezit. Dus dat gaat ook wel interessant worden. België had daar best wel goed plan voor tijdens het EK. Mm-hmm. En wat we gezien hebben, gingen we toch bijna de boot in. Ja. Maar, ja, ik denk dat het een spannende wedstrijd geworden en ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, we gaan er naar uitkijken. Hè. Dan is het laatste, het groepsduel wordt ook weer uitgezonden door Ziggo. De wedstrijd is morgen om 3:00 en de uitzending op Ziggo Sport start om 2:55. Ga jij morgen weer voor de buis zitten om die wedstrijd te kijken, Jorrit? Ja, ik ga wel kijken. De afgelopen potjes een beetje rommelig gekeken, want Sinterklaas komt tussendoor. En, ja. Dus ik heb wel gekeken, maar niet echt gefocust. Nee. Niet de hele wedstrijd lang voor de buis gezeten, maar dan ga ik morgen wel doen. Lekker denk ik in mijn eentje rustig kijken. Onderuit en lekker die wedstrijd kijken en kijken hoe het gaat verlopen. Nou, voor nu, Jorrit, hartstikke bedankt voor je komst. Succes aan het eind van deze maand en met die verkiezingen. Dat zou natuurlijk mooi zijn als jij naar India mag om die prijs op te halen. Mooie afsluiter. Mooie afsluiter zou dat zijn. We zijn er door. We gaan eruit weer met een spannende battle. Ditmaal tussen Floris Wortelboer en Thierry Brinkman. Die zie je nu en morgen zijn wij weer terug met een nieuwe shoot. Ladies and gentlemen, welcome to the main event.